Nintendo 64! Goedemiddag allemaal en welkom bij de start van deze nieuwe Let's Play. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Een van mijn favoriete Zelda games. Nou, eigenlijk de nummer 1 van mijn favoriete Zelda game. Dit is echt mijn favoriete Zelda game ooit. En ik heb hem een paar keer al in het Engels gedaan. En heel vaak was het de vraag of ik 10 keer in het Nederlands wou doen. Dus voordat ik de Let's Play ga beginnen, zijn er een paar dingen die ik eerst even kwijt wil. Deze Let's Play wordt een volledige Let's Play, 100%. Het enigste puntje wat daarop zit is... We gaan niet voor 100 Skulltula's voor de mensen die het spel niet kennen. Skulltula's komen later op in het spel. Want natuurlijk, ook al is het onmogelijk te begrijpen, maar sommige mensen kennen misschien het spel nog niet. Dus we gaan toch ook alles uitleggen, voice acten en noem het maar op. Verder heb ik gekozen voor de Nintendo 64 versie, omdat het sowieso nostalgisch is voor mijzelf natuurlijk. En ik heb geen apparatuur om de 3DS software op te kunnen nemen. Dus vandaar dat ik voor deze heb gekozen. Ik speel hem op de Wii U, want ik had hem overgezet van mijn Wii naar mijn Wii U. Dus heel erg makkelijk om dat natuurlijk te doen. En dan gaan we dus beginnen met een naampje. Nou, zoals jullie dus al zien, daaronder heb ik al eigenlijk een file staan. Die heb ik expres weer op 3 gezet, omdat 1 is mijn opnamefile, 2 wordt de backup file. Zoals altijd, mocht er iets misgaan met de opnames. Zoals ik dat altijd doe. Oké, nou, hoe ga ik mezelf noemen? Want ik kan me eigenlijk wel weer Stefan gaan noemen, zoals altijd. Maar ik denk dat ik gewoon voor ZP20 toe ga, dus... Nou ja, eigenlijk, handdoek die kwam ergens mee. Het is begonnen met de grap van Nienwezen. En die noemde mij toen ZP. En toen kwam de handdoek, die kwam er toen mee aan. En die zegt toen, ik kan echt niet, nou kom op. En die zei Zeepie. Dus ik ga mezelf gewoon Zeepie noemen in deze Let's Play. Lijkt me hartstikke leuk. Handdoek en Zeepie, vond ik een leuk duo. Dus ik noem eigenlijk in deze Let's Play Zeepie. Dus, hebben we dus zeg maar Zeepie, zo ga ik heten. En dan ga ik dus beginnen met de voice acting. Mocht je vragen hebben over waarom deze versie en hoezo, dan kun je dat nog altijd kwijt in de... ik heb het net al uitgelegd, maar mocht je nog vragen hebben, kun je dat altijd kwijt in de reacties. Dus, zonder enig oponthoud, laten we maar gaan beginnen met Zeepie. 0 deaths, 3 hartjes, here we go! In the vast, deep forest of Hyrule... Long have I served as the guardian spirit. I am known as the Deku Tree. The children of the forest, the Kokiri, live here with me. Each Kokiri has his or her own guardian fairy. However, there is one boy who does not have a fairy. And it's cold. Very cold. Weet ik veel. Navi, Navi, waar art jou, come hither. O Navi the fairy, listen to my words, the words of the Deku Tree. Dost thou sense it, the climate of evil descending upon this realm? Malevolent forces even now are mustering to attack our land of Hyrule. For so long, the Kokiri Forest, the source of life, has stood as a barrier, deterring outsiders and maintaining the order of the world. But before the tremendous evil power, even my power is as nothing. It seems the time has come for the boy without a fairy to begin his journey. I'm old, whose destiny it is to lead Hyrule to the path of justice and truth. Navi, go now, find our young friend, and guide him to me. I do not have much time left. Fly, Navi, fly like the wind, the fate of the forest, nay, the world depends upon thee.
Oh boy, hier gaan we beginnen met Navi. Oh. Ik heb zo geen zin in Navi. Dat is het enigste waar ik met dit aan zat te kijken. De drunken ferry die nog niet eens fatsoenlijk kan vliegen in een rechte lijn. Huppakee, tussen de beentjes door, waarom ook niet, hè? Oh. Het zal toch niet die Navi wezen? Ja, hoi! Hey. Het zegt die hey. Ja, moet ze nog gaan zoeken? Oh jongens, echt serieus. Ja, je kon er ook omheen vliegen. Nee, je moet weer uitsloven en dat gaat weer fout. Ja, dat schiet niet op. Oh, echt serieus. Daarom moeten we doen met Navi. Nou, ik ga proberen een fatsoenlijke... Ik denk dat ik het de Toad voice misschien... Nee, ik zal wel een normale voice geven. Misschien de Fee voice. Nee. Oké, even kijken. Wat voor voice? Hello, Zippy, wake up! The Great Deku Tree wants to talk to you! Zippy, get up! Nou, eigenlijk is het Zippy, niet Zippy. Hey, come on! Het maakt me niet uit hoe dat ik het uitspreek, als ik het maar uitspreek. Can Hyrule's Destiny really depend on such a lazy boy? Nou, blijkbaar wel. Ik heb hier zo geen zin in. Waar is mijn vliegenmapper? Oh boy. Ik heb geen vliegenmapper. You finally woke up! I'm Navi, the fairy! I'm going to be very annoying in this quest, and the Great Deku Tree asked me to be your partner from now on. Nice to meet you! Ja, ik ben niet blij om jou te leren kennen, echt serieus. The Great Deku Tree was summoned you! Ja, dat weten we ondertussen wel. So let's get going right now! Nee, ik ga eerst nog heel eventjes in de stad even rondhuppelen en weet ik het allemaal nog meer. Ik bedoel, misschien hebben ze een koffiezaak. Ik heb gehoord dat koffie in de aanbieding is bij de Nationale Kokiri Shop, weet ik veel. Serieus man, wat maakt mij het uit? Nou, je loopt gewoon met de joystick, heel erg dan. Speel je dit op de 3DS, weinig verschillen tussen de 3DS versie en de Nintendo 64 versie. Alleen de graphics zijn heel erg geüpgrade. En je hebt een Gossip Stone geloof ik, maar voor de rest is het heel erg weinig. Saria! Oh wacht, dat weten we nog niet. Nuts! Ja, hi Zippy! Hi. Hi. Oké, nou ik ga dat er niet in editen, maar ja, het is een Zelda game, dus oké. Hi. Wow, a fairy! Finally a fairy came to you, Zippy. Wow, that's great news. I'm still actually a little verschizzled about your name, but I'm so happy for you. Now you're a true Kokiri, Zippy. Is that right? The Great Deku Tree has summoned you. It's quite an honor to talk to the Great Deku Tree, you know. I'll wait for you here. Get going. Go see the Great Deku Tree. Ja, even over dat, Saria. Er is een klein probleempje. We moeten eerst een sword en een shield. Ja, daar kom je later pas eigenlijk achter, omdat staat een of andere muts die blokkeert alles. Maar dat zijn dus zeg maar een beetje de dingen die we nodig hebben. En ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel een throwback qua kwaliteit die je gewend bent als je dus zeg maar weer een spel uit 1998 gaat spelen. Ik bedoel, ik was 11 toen die tijd. Kom op. Oké, nou, het eerste wat we dus gaan doen is, we gaan even zorgen dat we dus een zwaard kunnen vinden. En... hoi. En dat doen we dus zeg maar hier. Dus Navi, jij houdt nu gelijk je mond dicht. Dan moet ik even kijken. Is dit nou mijn Z-knop? Want ik speel met de Pro-controller. Ja, dit is mijn Z-knop. En dan kun je checken. Hartstikke leuk. Maar ik geloof dat als je een sign had... of een, was het bij een steen? Ja, als je dus zeg maar een backflip doet bij een steen... dan krijg je 1 ruby. Oké, nou. Cancel hem uit. Cancel hem uit. Cancel! Oké, nou. Moeten we hier naar binnen toe? Enter. Oké. Dit is echt even wennen voor mij, want het is heel lang geleden dat ik dus zeg maar een N64-spel heb gespeeld. Dus, sorry als ik eventjes een beetje met de controls nog zit te fikkelen. Ik moet er weer een beetje aan wennen. Ik heb geen testrun gedaan, want kom op, ik ken het spel ondertussen wel niet dromen. Dus, wat... Oké, zo kijk ik naar voren. Dus, ik zit nou al gelijk automatisch met mijn andere C-knop te draaien. Van misschien dat ik dan mijn camera kan draaien, maar natuurlijk is dat niet het geval. Want we spelen geen ander spel. We spelen een Nintendo 64-versie. En dat wordt nogal eigenlijk een beetje beschreven als een tegenwoordig een oud spel. Ja, als je gaat kijken, het is al een spel dat al bijna 17 jaar is, want het is in november is die uitgekomen, dus... Oké, dan hebben we ons eerste kistje! Klassiek deuntje! You got the Kokiri Sword! Aan die equipment wil we geven je onzin hoe dat je het allemaal werkt. Je kunt dit niet vooruitskippen, je kunt buttonbashen zoveel als je wil, maar je kunt het niet vooruitskippen, want dat is wel dat niet...
wat we moeten doen. Oké, ik word nou al helemaal gek van dit. Wat we moeten doen is, we moeten dus heel eventjes richting onze... Kijk, we hebben dus zeg maar een R-knop en een Z-knop. Nou ja, ik gebruik de L en R op mijn Pro-controller. Dus, die gaat zo langzaam. Ik ben daar sneller helemaal gewend. En deze moeten we dus equippen. En nou hebben we dus een zwaard geëquipt. En elke keer als we op B drukken, gebruiken wij ons zwaard. Er zijn nog een paar glitches in het spel waar ik zeker een beetje van wil laten zien. Dat je er een beetje lol mee kan hebben. Ik weet niet of ze allemaal nog werken in de 3DS-versie, maar dat kun je altijd natuurlijk checken. Nou, het eerste wat ik even wil doen is eventjes grasmaaien. Want Link staat bekend, in dit geval Zepi. Die staat helemaal bekend als de nationale grasmaaier van Hyrule. Omdat in gras dus altijd heel erg veel money's liggen. Zoals volgens mij ligt hier 5 rubies in. Nee, 1 ruby. Ah. En ik maar denk dat... camera. En ik maar denk dat hier dus zeg maar 5 rubies. Ik sla dat bord op. Vind ik leuk. Oké, nou, en dan gaan we hier dit tunneltje door. En dan hebben we in ieder geval het zwaard. Nou, er is nog één ding wat we nodig hebben en dat is een shield. En daarvoor moeten we 40 rubies hebben. Nou, als je dit voor het eerst zou spelen, dan kom je dus zeg maar erachter tot je dus zeg maar, als je richting de Great Deku Tree gaat, dat is die grote klomp op de map, zeg maar, met dat, ja, dat andere stuk daar rechts op de map. Dat is dus zeg maar waar de Deku Tree zich bevindt. En het nadeel is, als je daar naartoe wil gaan, dan word je dus tegengehouden door een of andere maloot. En die zegt dat je niet goed geëquipt bent. Of ja, die het is eigenlijk een beetje zo'n nagger. Die gaat de hele tijd lopen zeuren. Van... En kijk, een vlaggetje. Oké, nou, ik wil hier. En dan krijg je 5 rubies. Daar ben ik blij om. Dan hebben we al 25 rubies op 15 te gaan. Dus op niet eens hebben we hier kistjes. We plunderen iedereen zijn huis. Want hey, wij hebben een belangrijke... Nee, dit is niet het huis waar ik wil zijn. Dit is met de gebroeders hoe... Gives a zeep. Ik bedoel, ik ben Zepi. Heel de wereld rekent op mij. Denk ik. Zal wel. Goed, nou, ja, dit is het huisje met de kistjes. Nou, en als ik me niet vergis, kunnen we hier 6 rubies krijgen. Yay, 5 rubies. That's 5 rupees. Want het is een goede Zelda game, hè. Dus we zeggen niet rubies, maar rupees. Oké, that's 1 rupee. Goh, wat leuk. We krijgen een tutorial hoeveel rupees, hoeveel de kleur waard is. Oh, we krijgen er hier zelfs 11. Oh, ik hoef nog maar 5. 4, 3, 2. En dit is een hartje. Nou, mocht je schade krijgen, dan is dat dus zeg maar hetgene wat je herstelt. Nou, ik denk niet dat we een dead zullen zien. Dus voor de mensen die pen en papier bij zich hebben voor een dead count bij te houden. Nee, ik denk dat ik wel wat schade zou nemen, maar ik denk niet echt dat ik een dead zou krijgen. Dus dit wordt eigenlijk een walk in the park. Oké, nou, we hebben 41 rupees. Oh, hi Zippy, look this way. Ik ben een van die tutorial bitches. Je kunt dus zeg maar met mensen op afstand praten door dus zeg maar je fairy, oftewel je L-knop, of in dit geval dus zeg maar hun zeggen dat je dan ik geloof dat het de Z-knop is. Het zal wel, nee, je hoeft me dat niet uit te leggen. Hou je mond, dank je. Oké, dan komen we dus bij de shop. Oké, sorry. Dat deuntje blijft altijd leuk. Hij komt nog niet eens over de balie heen. Welkom. Hoi, kleintje. Oké, we kunnen tegen hem praten, maar daar hebben we dus weinig zin in. Wat ik ga doen, is ik ga eventjes heel snel eventjes alles uitleggen voor de mensen die net nieuw meespelen. Dit zijn Deku Seeds, die kun je gebruiken voor een slingshot die we nog niet hebben, dus daar hebben we nog niks aan. Dit zijn pijlen, die kun je gebruiken voor pijl en boog, maar we hebben nog geen boog, dus daar hebben we ook niks aan. Recovery hoort nooit kopen, is zinloos. Je kunt beter gras maaien, heb je sneller health en dan verpest je geen rubies. Deku Nuts, die verblinden zeg maar je vijand, oftewel die stunnen heel even je vijand. Altijd handig, maar die kun je heel erg makkelijk vinden, dus die hoef je ook niet te kopen. Een Deku Stick gebruik je eigenlijk als kun je gebruiken als een zwaard, maar breekt heel erg snel, doet niet extra schade of zo. Dus het makkelijkste waarvoor dat je ze kan gebruiken is om vuur te verplaatsen in het begin van het spel. Kun je ook heel makkelijk vinden, niet kopen. Wat je hier wil kopen is de Deku Shield. Once equipped, you can defend yourself at R. Oké, nou, die willen we dus zeker hebben en dan hebben we dus 40 rubies. You got the Deku Shield! En ik leg nog een keer uit hoe dat je hem moet equippen, want volgens mij heb je het de eerste keer niet goed gedaan. En ik leg ook eventjes uit hoe dat je hem gebruikt. Echt die tutorials. Oh. Ik bedoel, in Legend of Zelda 1 had je dat niet, maar dat maakt niet uit. Oké, en dan gaan we weer terug. En dan hier. En dan selecteren we hem. En we hebben een hout schildje. En als we op R drukken, kunnen we hem gebruiken. Wat leuk! Grappigste is, het is ook mijn controller ook echt de R-knop. Als we praten over de Z-knop, dan is het bij mij de L-knop, maar dat is met de Pro-controller. Dus voor de mensen die nog een klassieke Nintendo 64 hebben, die weten wel wat ik bedoel. Oké, nou, net zoals de kleurtjes, die C-knopjes. Dat zijn die gele knopjes die je dus zeg maar ziet. Dat waren dus zeg maar oorspronkelijke knopjes op de Nintendo 64. En de A-knop was blauw en de B-knop die was groen.
En zo werkte dat. Hier heb je in ieder geval dat zeikertje waar ik het over had. Dus laten we maar eens heel eventjes gaan babbelen met dat zeikertje. Hallo zeikertje. If you want to see the great Deku Tree, you should at least equip a sword and shield. Volgens mij heb jij een brilletje nodig. What's that? Oh, you have a Deku Shield. And what's that? Is that the Kokiri sword? My god, good grief! Well, even with all that stuff, a wimp is still a wimp, huh? I, the great Mido, will never accept you as one of us. Shoot! How did you become the favorite of the Seria and the great Deku Tree, huh? I'm awesome. Je bent zinloos. Maar goed. Ja, we hebben dus zeg maar al die stuff. En dan kunnen we dus zeg maar hier nou richting de great Deku Tree. Er is niet echt veel stuff wat je nog in de dorp kan doen. Je kunt nog wat meer roepjes vinden. Maar op dit moment heb je dat niet nodig. En als je dus zeg maar dat stomme knipperende ding daar ziet met Navi. Vind je een Deku Stick. We found a stick. Prinses en de Vogel, krap, kon niet later. Maar ja, als je dat dus ziet knipperen, dan kun je dus zeg maar op C naar boven toe drukken. En dan zal Navi vertellen wat ze dus zeg maar te zeggen heeft. En een van de 10 keer is het onzin of een reminder. Wat ze dus, kijk, op dit moment is het van... De Great Deku Tree has summoned you! En dat doet ze dus constant. Hè? Als je dus te lang in die village, dan gaat dat ding weer knipperen. En dan begint ze weer te zeuren van... De Great Deku Tree has summoned you! Oh, daar word je echt niet vrolijk van, dus. Maar goed. Oké, nou... Great Deku Tree, I'm back! Yay. Die boom heeft een snor! Ik mag hem nu al. Oh, Navi, thou hast returned. Zebi, welkom. Hey, jij bent de eerste die mijn naam goed zegt. Listen carefully to what I, the Deku Tree, am about to tell thee. The slumber these past moons must have been restless and full of nightmares. As the servants of evil gain strength, a vile climate pervades the land and causes nightmares to those sensitive to it. Verily, thou hast felt it. Zepi, the time has come to test thy courage. I have been cursed. I need you to break the curse with your wisdom and courage. Dost thou have courage enough to undertake this task? Hey, serieus, we zitten pas net in het begin van het spel. Ik heb net pas een zwaard gevonden. Natuurlijk. Then enter brave Zepi. And thou too, Navi. Navi the fairy, thou must aid Zepi. And Zepi, when Navi speaks, use the up button to listen well to her words of wisdom. Wat is een up-button? Serieus? Ik heb geen up-button. Navi, ik negeer jou dus voor de rest van de parts. Oké, dus we beginnen al gelijk eigenlijk bij de eerste dungeon. Maar ik denk dat we nou dus zeg maar een beetje de tutorial en alles hebben gehad. En de naam Zepi is nou wel goed gevallen, hoop ik. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze eerste aflevering. Vind je deze serie leuk? Laat het zeker weten door een like achter te laten. En laat een reactie achter wat je leukste momentje was. Of wat je vragen hebt over deze serie. Ik hoop dat het een hele leuke serie gaat worden. En ja, ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus tot morgen. Doei! Mijn naam is Zepi.